Hello. Microphone check. Wij komen naar de dierentuin in Antwerpen, hè? En wat gaan we zoeken? Welke dieren? Giraf. En jij? Olifant. En ik heb de apen meegebracht. Welk dier wil jij graag zien? Een aap. De aap? Een aap. Moet je handje niet opsteken. Ik wil apen bezoeken. Wat ga jij mij meestal als eerst bezoeken? Welk? De apen. Wij gaan altijd de apen bezoeken. Omdat ik daar onlangs toch een film van heb gezien. Ik vind dat mooi eigenlijk en ik vind dat ook tof dat deze plannen in de bomen en al. Omdat die grappig is. The Rise of Planets of the Apes. En een giant turtle. Ja, eigenlijk gaan we naar de dierentuin voor mijn verjaardag. En hun hebben alles betaald voor mij. En omdat wij dieren leuk vinden. Victor die komt vandaag het nijlpaard bezoeken. Want die vindt dat een heel leuk dier en die maakt veel lawaai soms, hè? We komen vooral voor de vogels. Ze hebben hier enorm veel vogels. En vooral voor de veelvoud aan dieren op een korte plaats. We gaan zo over alles een beetje kijken, ja. We komen niet specifiek voor iets, maar... Nee, gewoon lol maken. We vinden de giraffen. Oh, en de giraffen. De giraffen vindt hij ook heel leuk. Omdat mijn oma die zo fris geweest en die de bruine beer daar niet zien. Ik wil wel de pinguïns en lama's zien. Hebben ze lama's? Lama's. Omdat die een dikke vriend zijn. Omdat die zijn dikke vriend zijn. Dat dat mijn lievelingsdier is. Ja. De giraf. De giraf. En waarom? Ja. Ik zou de pandabeer binnenkort komen. Een leeuw. We hadden al afgesproken dat we naar de slangen gingen kijken. En hij wilde ook in elk geval de aapjes zien. Nee, ik zou de slang komen bezoeken. Gewoon omdat ik ben een hele grote fan van reptielen. En ik denk dat dat voor hem een spiegel is zo, als hij de aapjes bezig ziet. Want hij gedraagt zich thuis soms ook als een klein aapje. Maar een heel lief klein aapje.